Ik ging zelfs naar Sparta, zeg maar. En toen ging ik in Rotterdam wonen. En toen dacht ik, hé, hey, daar zit ook een universiteit. En ik dacht letterlijk, als ik niet slaag bij Sparta... ik heb voor twee jaar of drie jaar getekend... heb ik in ieder geval van die periode gebruik gemaakt om mijn studie af te maken. Dus dat heb ik, heb ik ook gedaan. Dat zegt al veel over dat ik ook altijd de slag om de arm hou in die voetbalwereld. Het had voor mij ook klaar kunnen zijn als ik 25 was of 28 was. Ik heb altijd het gevoel gehad, twee keer pech onderweg of drie keer pech onderweg... Ja. en je bent verdwenen en het wordt kozakkenboys of zo.